Welkom bij de uitleg over Doutzenberg hoofdstuk 1, deel 2, paragraaf 5 tot en met 8. Paragraaf 5 gaat over Van den Vos Reinaerde. Dit is misschien wel het belangrijkste dichtwerk uit de middel-Nederlandse literatuur. Het werd geschreven door iemand die zich Willem noemde, Willem die Madokken maakte. Het is waarschijnlijk geschreven in de late 13e eeuw. En we gaan nu eens kijken naar een filmpje waarin een korte samenvatting wordt gegeven van dit werk. Van den Vos Reinaerde. Aan het hof van koning Leo klagen alle dieren over Reinaerd. Grimbeert de Das probeert zijn oom te verdedigen totdat Kantekleer de Haan een dode kip laat zien. Koning Leo hecht veel waarde aan vrede in zijn rijk en eist dat Reinaerd aan zijn hof verschijnt. Bruun de Beer moet Reinaerd halen, maar hij vergeet direct zijn opdracht als hij honing krijgt aangeboden. Bruun loopt in de val en wordt door de dorpelingen verrot geslagen. Bebloed en beschaamd keert Bruun terug. Koning Leo is niet blij en stuurt Tybeert weg. De kat kan echter geen nee zeggen tegen een schuur vol muizen. Tybeert raakt verstrikt in een strop en wordt mishandeld, maar hij weet te vluchten naar het kasteel. Koning Leo wil de vos onmiddellijk vermoorden, maar Grimbeert zegt dat Reinaerd recht heeft op een laatste kans. Grimbeert krijgt de opdracht om zijn oom aan het hof te krijgen. Een makkelijke klus, want Reinaerd heeft opeens spijt van zijn daden en wil alles opbiechten. Reinaerd dreigt aan de hoogste boom te hangen totdat hij bereid is zijn verborgen schat te schenken aan koning Leo. De vorst is overtuigd en Reinaerd mag zijn schat halen met Belijn de Ram en Kuwaert de Haas. Een slecht idee. Reinaerd bijt in zijn vossenhol de kop van Kuwaert eraf en stopt hem in een zak en zegt tegen Belijn dat het pakketje een brief voor de koning is. Aan het hof blijkt dat de brief een hazenkop is en plotseling, uit het niets, verschijnt Vierapeel, het luipaard. Waar komt Vierapeel vandaan en waarom is hij zo laat? Reinaerd vlucht het land uit en Vierapeel doet aan damage control, terwijl iedereen verschrikkelijk boos is. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in het middeleeuws rechtssysteem, met dierenmishandeling, corruptie en vossenjacht. Dit werk is een satire. En een satire is een tekst waarin bepaalde verschijnselen belachelijk worden gemaakt. In het verhaal wordt de middeleeuwse adel voorgesteld als een dierengemeenschap met de leeuw Nobel aan het hoofd en onder hem zijn belangrijkste vazallen Bruun, Isegrijn en Tybeert. Deze worden slachtoffer van hebzucht, vraatzucht en lichtgelovigheid. Ook personen uit andere standen krijgen ervan langs. Belijn de Ram, dat is de hofkapelaan, dat is een domoor. De pastoor is getrouwd. In de middeleeuwen was het niet gebruikelijk dat een pastoor getrouwd was. Bovendien is dit verhaal best wel belust op seks en poep en plas grappen. Een voorbeeld. De pastoor viel Tybeert aan en ging hem met de rokken slaan. Tybeert moest het ondergaan. Hij kreeg zijn portie slagen wel en de pastoor stond maar te lellen, moedernaakt zoals ieder zag. Op Tybeert die voor hem lag. Hij werd belaagd door iedereen. Martinet die greep een steen en wierp. Tybeert verloor een oog. De blote herder hief toen hoog het rokken op voor een harde slag. Toen Tybeert nu duidelijk zag dat zijn uur geslagen had, had hij heldenmoed gevat tot meneer pastoor zijn schande. Met zijn klauwen en zijn tanden zette hij hem betaald naar het scheen en sprong de pastoor tussen zijn been en zijn beursje zonder naad waar men zijn klokkenspel mee slaat. Ontroostbaar was zijn vrouw, het geval viel op de vloer. Ze zwoer bij haar vaders ziel voorwaar de collecties of de collectes van een jaar. Ze zei dat het haar waard zou wezen als meneer pastoor niet deze pijn en schande hoeft te lijden. Ze zei, die strik moet volgens mij de duivel zelf hebben gezet. Kijk toch, neefje Martinet, 'tis het zaakje van je pa. Verdriet en schande zal men na deze dag beschoren wezen. Want al zou de wond genezen, 't vrijen hebben we wel gehad. Reinaerd stond nog steeds voor het gat, hoorde wat ze zei en lachte, zo hard dat een scheet van achteren kraakte uit zijn bilpartij. Om te treiteren zei hij, stil, jolonke, schone vrouw, laat dat lamenteren nou. Rustig maar, wat maakt het uit, als je heer vanaf nu luidt met de klepel die hem rest. Des te meer doet hij zijn best, scheid toch met dat zeuren uit, als hij beter is, dan luidt hij met eer met één klok. Je ziet in dit stukje dus dat er heel veel gerefereerd wordt naar seks en poep en plas grappen. In die tijd vonden de mensen die dit soort verhalen luisterden, vonden dat helemaal geweldig.
De dorpelingen worden natuurlijk ook neergezet als wreed en laf. Naast een satire is het werk ook een parodie. Een tekst waarin een bepaald soort teksten op spottende wijze wordt nagebootst. Het verhaal is namelijk opgezet als een hoofse ridderroman. Alle gebeurtenissen houden namelijk verband met een hofdag die de koning houdt. De wijze waarop de dieren elkaar aanspreken is typisch hoofs en in de tekst staan talrijke citaten uit toen bekende ridderromans. Paragraaf 6 gaat over het lied in de middeleeuwen. Bijna alle middeleeuwse liederen zijn generaties lang mondeling, dus van mond op mond, overgeleverd en zijn pas veel later opgeschreven. Soms gebeurde dat vlak na de middeleeuwen, bijvoorbeeld bij het Antwerps liedboek. Dat is in 1544 geschreven en hierin staan 221 liederen. Andere werden veel later opgeschreven, zoals het lied van Heer Halewijn. Dat is een ballade. En een ballade komt van het Italiaanse ballata en dat betekent een danslied. De kenmerken hiervan zijn dat het verhaal sprongsgewijs wordt verteld en alles wat dus bijzaak is, dat wordt weggelaten. De beschrijving van de gebeurtenissen wordt afgewisseld met dialoog en er zitten heel erg veel herhalingen in. De sfeer van een ballade is vrijwel altijd zeer ernstig of zelfs somber en de onderwerpen zijn vaak ontleend aan oude sprookjes of zagen of aan ridderverhalen. We gaan nu luisteren naar een stukje Heer Halewijn zong een liedekijn. Heer Halewijn zong een liedekijn. Al die dat hoorde wat bij hem zijn. Al die dat hoorde wat bij hem zijn. En dat vernam een koningskind. Die was zo schoon en welbemind. Die was zo schoon en welbemind. Zij ging al voor haar vader staan. Al vader mag ik naar Halewijn gaan. Vader mag ik naar Halewijn gaan. Och nee gij dochter, nee gij niet. Die der wat gaan en keren niet. Die der wat gaan en keren niet. Voor haar moeder staan. Och moeder mag ik naar Halewijn gaan. Moeder mag ik naar Halewijn gaan. Och nee gij dochter, nee gij niet. Die der wat gaan en keren niet. Die der wat gaan en keren niet. Zij ging al voor haar zuster staan. Och zuster mag ik naar Halewijn gaan. Zoals je hoorde zit er heel veel herhaling in. De laatste zin was steeds herhaald. En de gebeurtenis wordt ook steeds herhaald. Want dat koningskind, dat gaat eerst naar haar vader, vraagt of ze naar heer Halewijn mag. Dat mag niet. Dan gaat ze naar haar moeder. Mag ik naar heer Halewijn? Dat mag niet. Dan naar haar zuster en dan naar haar broer, et cetera, et cetera. Het is een lied dat vrij vrolijk klinkt. Daarom heet het ook ballade. Je kunt er best wel op dansen. Maar de tekst is best wel heftig en best wel somber. Want uiteindelijk komt het erop neer dat heer Halewijn overlijdt. Een ander liedgenre is de elegie of de klaagzang. In engere zin is een elegie een lyrisch gedicht naar aanleiding van de dood van een geliefd persoon. En in ruimere zin is het een gedicht waarin gevoelens van smart en wanhoop worden uitgesproken. De bekendste is het Aegidiuslied. We gaan zo luisteren naar het Aegidiuslied. De muziek hoor je al op de achtergrond. De tekst zie je nu verschijnen. Dit is de originele tekst. Ga maar eens kijken of je dit kunt lezen. Paragraaf 7 van Doutzenberg gaat over het middeleeuwse toneel. In de tijd van de Grieken en de Romeinen was er een bloeiende toneelcultuur. Helaas, in de middeleeuwen is dat steeds platvloerser en zedelozer geworden. Omdat zulke toneelspelen vaak voor de kerk werden opgevoerd, werd de kerk daar natuurlijk niet heel erg blij van. Er kwam dus weerstand vanuit de kerk.
Uiteindelijk is het hele toneel steeds minder geworden. Pas vanaf de 14e eeuw werd er weer nieuw toneel geschreven. Een van de bekendste daarvan is Marieken van Nieuwmegen. We gaan nu kijken naar een samenvatting van Marieken van Nieuwmegen. De Overman presenteert Marieken van Nieuwmegen. Marieken wordt door haar oom naar Nijmegen gestuurd om boodschappen te doen. Als ze niet voor het donker thuis kan zijn, moet ze bij haar tante gaan logeren. Het is te gevaarlijk buiten de nachtelijke stadsmuren. Het is al laat als Marieke klaar is met haar boodschappen en daarom moet ze naar haar tante toe. Daar wordt Marieke onterecht beschuldigd dat ze heeft gedronken en onheus met mannen om zou zijn gegaan. Gekrenkt en beschaamd verlaat Marieke Nijmegen en komt in het donker de duivel Moenen tegen. Onder voorwaarde dat Marieke haar naam verandert in Emmeken krijgt ze de beheersing der zeven kunsten. Na deze overeenkomst gaan Emmeken en Moenen op reis naar Den Bosch en Antwerpen. De oom van Marieke is ongerust geworden en gaat naar de tante van Marieke. Na een verhitte discussie gaat de oom weg en pleegt de door woede bezeten tante zelfmoord. Na 6 jaar met Moenen te hebben doorgebracht, wil Marieke haar familie weer zien. Moenen stribbelt tegen, maar ze belanden uiteindelijk toch in Nijmegen. Tijdens een toneelstuk beseft Marieke dat een relatie met de duivel niet goed is. Moenen pikt dat niet, vliegt met Marieke omhoog en laat haar vallen zodat ze haar nek zou breken. Marieke wordt gered door de gebeden van haar oom. Ze overleeft haar val en Moenen wordt weggejaagd. Marieke vraagt om vergiffenis. Maar zelfs de paus heeft niet de autoriteit om dat te doen. Als straf krijgt Marieke 3 zware ringen om haar nek en zodra die er spontaan afvallen, is ze vergeven. Uiteindelijk voltrekt het wonder zich en Marieke leeft daarna nog 2 jaar. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in Nijmegen, de duivel en de diepere betekenis van stadsmuren. Paragraaf 8. Buitenlandse literatuur. Naast de teksten uit Nederland zijn er uiteraard ook teksten uit andere landen gevonden en bewaard gebleven. De bekendste uit de vroege middeleeuwen is het Engelse Beowulf. Dit verhaal vertelt hoe ergens in Scandinavië de held Beowulf het monster Grendel en diens moeder verslaat, alvorens na een gevecht met een vuurspuwende draak te sterven. In de loop van de 11e eeuw ontstond in Frankrijk de ridderroman, die al snel in andere landen volgde. De oudste romans worden Chanson de Geste genoemd, of Karelromans. Karelromans, omdat ze allemaal handelden over de verhouding tussen Karel de Grote en zijn vassallen. Een bekend verhaal is dat van ridder Roland. In deze romans worden vooral de gevechten besproken. Andere bekende werken zijn het IJslandse Edda, het Duitse Nibelungenlied en het Spaanse El Cantar de Mio Cid. In Frankrijk ontstond aan het eind van de 11e eeuw een andere literatuur. Er ontstonden troubadours. Deze schrijvers en componisten schreven liederen waarin de hoofdsliefde werd bezongen. Hoofs betekent letterlijk zoals aan het hof. Het begrip hoofsheid houdt echter veel meer in. Het is een levensstijl waarin beschaving, gerechtigheid en hoffelijkheid de boventoon voeren. Hoofse liefde is geen liefde zoals wij dat kennen, maar de liefde van de troubadour voor de hogere geplaatste kasteelvrouwen. Onder invloed van de troubadourspoëzie veranderde de Karelroman in de hoofse roman. De ridder is niet, zoals bij Karelromans, een onbeschaafde vechtersbaas, maar een ontwikkeld en verfijnd mens. De romans gaan niet alleen over strijd en opstanden, maar ook over het helpen van minder bedeelden en het bevrijden van jonkvrouwen in nood. De hoofse roman valt uiteen in 3 typen, de Keltische, de Oosterse en de Klassieke roman. In de klassieke roman worden oude Griekse en Romeinse verhalen verplaatst naar de middeleeuwse cultuur. De Oosterse roman ontstond onder invloed van de kruistochten vanaf 1096, waardoor men in aanraking kwam met de Arabische cultuur. Er werd niet gepoogd een waarheidsgetrouw verhaal weer te geven, alleen de uiterlijkheden van de Arabische beschaving bleven over, omdat deze cultuur werd omgevormd tot een christelijke. De Keltische roman verwerkt oude Keltische cultuur in de verhalen. Die Keltische roman kan ook weer onderverdeeld worden in 3 groepen. De romans over Tristan en Isolde, de Arthur-romans en de Graal-romans. De romans over Tristan en Isolde gaan over Tristan die voor zijn oom, diens bruid, Isolde, moet gaan afhalen. Door het drinken van een liefdesdrank krijgen ze een verhouding.
Isolde maakt daar uiteindelijk een einde aan. Tristan vertrekt naar Frankrijk. Als hij bij een duel gedood wordt, sterft ook Isolde. Ze worden aan weerkanten van een kerk begraven. De struiken die op hun graven staan groeien over de kerk heen naar elkaar toe en worden één. De Arthur-romans handelen over koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. Het is niet zeker of Arthur ooit bestaan heeft. De achtergrond van alle romans is echter wel hetzelfde. Arthur bewijst dat hij koning is door het magische zwaard Excalibur uit een rots te trekken. Hij sticht vrede in Engeland en richt op aanraden van de tovenaar Merlijn de Ronde Tafel op met ridders als Lancelot en Balewijn. Deze ridders moeten vrede handhaven en dappere daden verrichten. Doordat de vrouw van Arthur, Guinevere, hem bedriegt met Lancelot, gaat Lancelot terug naar Frankrijk. Arthur gaat met een leger achter hem aan. Uiteindelijk eindigt dit met een grote veldslag waarbij Arthur sneuvelt. Tegen deze achtergrond beschrijven de verschillende romans de avonturen van verschillende ridders van de Ronde Tafel. Ze gaan meestal op kweesten, een speurtocht naar iets. Nauw verwant met de Arthur-romans zijn de Graal-romans, waarin een lid van de Ronde Tafel een kweeste onderneemt naar de Graal. Arthur, King of the Britons, your knights of the Round Table shall have a task to make them an example in these dark times. Good idea, O Lord. Of course it's a good idea! Behold, Arthur, this is the Holy Grail. Look well, Arthur, for it is your sacred task to seek this grail. That is your purpose, Arthur. The quest for the Holy Grail. Wat die graal precies is, is verschillend. De schrijver Chrétien de Troyes heeft heel veel verschillende Keltische romans geschreven. Niet alleen in Engeland en Frankrijk werden verhalen geschreven, ook in Italië werd heel veel geschreven. De daar beschreven liefde is niet meer seksueel, zoals bij de troubadours, maar eerder spiritueel of bijna religieus. Een van de bekendste schrijvers van dit soort werken is Dante Alighieri. Hij wordt gezien als misschien wel de bekendste dichter uit de hele middeleeuwen. Dante heeft veel geschreven over zijn onbereikbare liefde Beatrice. Daarnaast is hij vooral bekend van La Divina Commedia. Dat betekent de goddelijke komedie. In dit werk vertelt Dante over de drie rijken in het hiernamaals. Inferno, oftewel de hel, de Louteringsberg en het paradijs. Dit werk is een schoolvoorbeeld van theocentrisch werk. Het wordt als hoogtepunt gezien van de godsdienstige middeleeuwse poëzie. Met Dante zijn in Italië de middeleeuwen voltooid en begint daar de Renaissance. De rest van Europa, daar duren de middeleeuwen nog een eeuw voort. Deze late middeleeuwen, daar zijn de Engelse dichter Geoffrey Chaucer en de Franse dichter François Villon het bekendst. Dit was de uitleg over paragraaf 5 tot en met 8. Ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben. Als je nog vragen hebt, laat het ons weten via It's Learning.